We gebruiken allemaal onze stem tijdens het spreken. Maar hoe spreken we op zo'n manier dat we goed gebruik maken van onze stem? Jouw stemgebruik heeft een ontzettend grote invloed op de manier waarop je overkomt. Zelfs als je fantastische argumenten hebt, een mooie PowerPoint-presentatie, dan nog kun je met je stem een ontzettend grote bijdrage leveren aan je overtuigingskracht. Hoe doe je dat dan? Nou, door simpelweg gebruik te maken van jouw intonatie, jouw volume en uiteraard je spreektempo. Laten we beginnen bij intonatie. Intonatie gaat over de toon van je stem. Met andere woorden, gaat jouw stem aan het einde van de zin omhoog of gaat die omlaag? Als je je zin omlaag afbuigt, dan zul je merken dat je zelfverzekerder overkomt en tegelijkertijd vergroot dat jouw geloofwaardigheid. Als tweede gaan we het hebben over volume. Volume wordt helaas niet heel vaak meegenomen in de voorbereiding, terwijl je er wel een grote impact mee kunt maken. Dat zou je kunnen doen door zachtjes te beginnen met praten en dan eventjes de tijd te nemen op het lagere volume, waardoor het publiek veel meer moeite moet doen om naar je te luisteren. Dan gaan we op het puntje van je stoel zitten en terwijl je verder komt in je verhaal, ga je steeds ietsjes harder praten, dan weer nog harder en nog harder. En voor je het weet, werk je met hoge stem, met hoog volume, met heel veel kracht naar een hoogtepunt in je verhaal, waarna een daverend applaus zal volgen. Tot slot gaan we het hebben over spreektempo. Net zoals volume is spreektempo een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat je wat spanning opbouwt in je verhaal. Om het te illustreren gaan we kijken naar een fragment van de oprichter van Apple, Steve Jobs. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Zoals je ziet, gaat hij met zijn intonatie omlaag, waardoor hij zelfverzekerd overkomt. Daarnaast heeft hij ook een laag volume, wat ervoor zorgt dat iedereen op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Tot slot zorgt zijn lage spreektempo ervoor dat hij rust uitstraalt en ruimte laat voor applaus.